Vandaag gaan we natuurlijk vooruitkijken naar de troonswisseling overmorgen. En daarvoor zitten bij mij aan tafel parlementair journalist van RTL Frits Wester, hoedenontwerpster Berry Rutjes en etikettendeskundige Anouk van Ekelen. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, welkom bij de wekelijkse talkshow van Omroep West. Vandaag staat deze uitzending geheel in het teken van de troonswisseling. Nog 2 nachtjes slapen en dan is het zover. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ja, de abdicatie, de troonswisseling en alles wat daarvoor en erna gebeurt is ongetwijfeld tot in de puntjes geregeld. En wie alles weet van hoe het hoort op dit soort officiële gebeurtenissen, dat is Anouk van Ekelen. Anouk, welkom. Dankjewel. Ja, wordt er overmorgen nog iets overgelaten aan twijfel of aan spontaniteit? Nou, spontaniteit vast wel. Hè. Dat hebben we ook bij het interview gezien al met het aanstaande koningspaar. Dat zij toch een wat andere invulling aangeeft die wat meer past bij deze tijd. Maar natuurlijk moet zo'n gelegenheid gewoon van begin tot einde gepland zijn. Iedereen moet weten wat er van hem verwacht wordt op welk moment. En volgens mij is het heel goed voorbereid en gaan we naar een prachtige ceremonie kijken. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Dat kan niet. Dit keer zijn de Kamerleden geadviseerd om zich niet al te uitbundig te kleden. Toch vermoed ik dat er, net als op Prinsjesdag, genoeg te zien zal zijn. En dan vooral op de genodigde hoofden. En daarvoor is hier aan tafel een van de meest toonaangevende hoedenontwerpsters van ons land. Berry Rutjes. Ja, Berry, welkom ook. Ja, dank je. Wat vind je eigenlijk van dat kledingadvies? Ja, jammer. Maar wel begrijpelijk. Zoals je net al zei, ja, het is natuurlijk een historisch feit. Het is iets anders dan Prinsjesdag. Dus ze willen geen hilariteit. Maar is het niet een beetje Nederlands ook? Van niet nou, te uitbundig, doe maar tuurlijk, zorgen. Tuurlijk, heel Nederlands. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die toch een politiek statement willen maken via die hoed. En dat is nu gewoon niet gepast, want het is niet aan de orde. Ja. Overmorgen, dinsdag 30 april 2013. Voor velen van ons zal het een historisch moment zijn. Koningin Beatrix neemt na 33 jaar afscheid als staatshoofd. Mijn derde gast is Frits Wester. Frits, welkom ook. Is het voor jou ook een bijzondere dag? Nou, eigenlijk een hele rustige dag. Want als er niks bijzonders gebeurt, dan hoef ik eigenlijk helemaal niks die dag. Ik had het wel even druk toen koningin Beatrix aankondigde dat ze ermee ging stoppen. Dat gebeurde toen die dag. En dan heb je het heel druk met de uitzendingen en zo. Maar die dag, ja, dit is vooral voor de binnenlandverslaggevers. En politiek gebeurt er eigenlijk niks. Jij hoeft niet te werken dinsdag? Nee. Ga lekker in mijn eigen... Wat ga je dan doen? Ga lekker in mijn eigen café, het torentje in Voorburg, vanaf 11:02 kijken. Ja, daar komen we straks ongetwijfeld nog even op terug. Maar tenzij er iets geks gebeurt, wat niemand hoopt. Maar je bent ook niet uitgenodigd voor de kerk? Nee, dat vond ik wel heel raar. Ik blijf lekker in Voorburg. Ja, je zegt dat vond ik heel raar en je zegt het met een twinkeling in je ogen. Dat zo raar vond je er blijkbaar niet. Dat was een grapje. Heb je eigenlijk niet zoveel met Koninklijk Huis? Nou, als ik heel eerlijk ben, ik bedoel... Ja, kijk, staatsrechtelijk, daar kijk ik vooral naar wat is nog het belang en wat is nog de rol. En wat je wel ziet, en dat is niet onherbiedig bedoeld, maar het is wel een beetje geworden een soort, voor heel veel mensen, een soort nationale musical. Die 2 nieuwe hoofdrolspelers krijgt. Dat kan allemaal heel leuk zijn en zolang Nederland dat heel leuk vindt, dan moeten we dat vooral blijven doen. Als we daar geld op voor over hebben met z'n allen. Maar als ik kijk naar de geschiedenis, als we bij het systeem opnieuw zouden moeten uitvinden, hadden we het niet opnieuw bedacht. En Anouk, je kijkt er wat verbaasd bij. Ja, nou, musical. Nou, het Koningshuis met een musical te vergelijken. Dan krijgen we die hele discussie over het Koningslied nog een keer. Laten we dat hier aan tafel niet doen. Dat had ook een heel groot The Lion King gehalte. Pocahontas, noem het maar op. Ik vind het prima. Leuk. Wat gaat er nou anders worden nu Willem-Alexander koning wordt? Daar ben ik wel benieuwd naar hoe hij dat nu verder gaat invullen. Hij heeft altijd gezegd, we willen een houdelijk koningschap. En dat is er nu eigenlijk niet meer, omdat de rol bij de formatie nu weg is. Nu roept hij dat lintjesknip ook inhoudelijk kan zijn. Door de keuzes, wat doe je wel, wat doe je niet. Nou, dat kan. Tegelijkertijd denk ik, als je het instituut wilt behouden zoals het nu is, ook naar de toekomst toe, dan mag je het ook niet te klein en te plat maken. Dan heeft Beatrix denk ik wel een verstandige lijn gekozen om toch die afstand te bewaren op momenten dat het moest. En als je het, zeg maar, als je er een soort... als je het te klein gaat maken en te laag gaat maken, dan is het weg straks. Dat kan volgens mij niet. Dus of zij die balans erin kunnen vinden, modern en toch het instituut bewaren, daar ben ik heel benieuwd naar.
En ook veel mensen verwachten dat er toch wel iets zal veranderen. Namelijk dat het wat minder stijf zal worden. Denk jij dat ook? En hoe verhoudt zich dat dan tot de etiketten? Ja, de etiketten gaat juist niet om stijfheid. Dat gaat juist om mensen op hun gemak laten voelen. Dus verplaats je in een ander, voorkom dat iemand een ongemakkelijk gevoel krijgt. En de hele koninklijke familie is daar heel erg goed in. En wat je ook steeds terughoorde van ontmoetingen met koningin Beatrix, dat mensen zeiden, oh, ze wist overal van, ze wist precies waar we mee bezig waren. Heel goed voorbereid, hè, wordt altijd gezegd. En dat is ontzettend belangrijk. En maximaal... Voormalig premier Dries van Acht zei zelfs, het voelde elke keer weer alsof ik examen moest komen doen. Ja, maar dat geeft wel aan... Zij zorgt dat ze zich goed voorbereidt. Dat zullen Willem-Alexander en Maxima ook doen. En zij weten ook, ik denk dat het voorbeeld wat hij woensdag gaf... Hè, zij weten ook, als mensen hen ontmoeten, zijn ze toch een beetje zenuwachtig. En zij zijn er als geen ander goed in om diegene dan op het gemak te stellen... met een grapje, met een kwinkslag, waardoor mensen zich ook prettig voelen... en ze wel een inhoudelijk gesprek kunnen voeren. Dus ik denk dat zij heel erg goed in deze tijd aanvoelen... de manier waarop ze al een beetje anders zijn. Maar juist door mensen op hun gemak te laten voelen... kun je ook inhoudelijk daar invulling aan geven. Berry, los van het inhoudelijke werd zeker de koningin natuurlijk ook altijd weer beoordeeld op wat ze aan had. Hoe haar kapsel zat, welke hoed ze op had. Dan denk ik, ja, met een koning is dat natuurlijk toch iets saaier dan met een koningin. Ja, maar ja, goed, naast deze koning staat natuurlijk wel zometeen ook weer een fantastische koningin. Ja, Maxima. En... Wordt die invloed van Maxima heel groot, denk je? Nou, ik denk toch wel, als je nu al ziet wat ze allemaal draagt en doet... en niet alleen de hoeden, maar ook de kleding... dan denk ik wel dat veel mensen daar belangstelling voor zullen hebben... en dat ze ook misschien nog wel voor een hype kan zorgen. Ja. Frits, je stipt het net al een beetje aan van... ja, dat koningschap, dat moet natuurlijk wel nog ergens over gaan. Nu met die troonswisseling krijg je toch weer een beetje de discussie over van... moeten we toe naar een ceremonieel koningschap... Wat houdt dat dan precies in? Wat zou er dan veranderen als we toegaan naar een ceremonieel koningschap? Nou, volgens mij verandert er dan in feite niet zoveel, want we hebben eigenlijk in Nederland al een ceremonieel koningschap. Er is geen formele rol meer. Kijk, formeel is de koning nog lid van de regering, maar goed, en mag adviseren en die mag ongevraagd en ongevraagd de ministers aanspreken, weet ik wat allemaal. Maar dat mag, zeg ik altijd, de moeder van Mark Rutte ook. En dan is dat Mark Rutte zelf wat hij ermee doet, of de vrouw van weet ik voor welke minister. De rol is bij de formatie nu weggehaald. Kan zo weer teruggelegd worden als dat nodig zou zijn. Maar, denk je dat dat gaat gebeuren? Nou, het kan, maar dat gaan ze niet meer doen. Zou echt een afgang voor de Tweede Kamer zijn als ze dat weer opnieuw zouden doen. Maar goed, waarom zou dat een afgang zijn? Nou ja, eerst als je zegt... Want nu zit er een kabinet wat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dit is een beetje zoals van... papa, mama, ik ga lekker op mezelf wonen, bekijk het maar. En dan 4 weken terugkomen van... ja, het valt me toch een beetje tegen. Want ik moet ineens mijn eigen boodschappen, mijn eigen was doen. Het lukt niet meer. Het is toch wel lekker als je af en toe nog even thuis mag komen eten? Ja, dat mag altijd. Maar ze mogen ook af en toe daar wel op bezoek om even verslag te doen van wat ze aan het doen zijn. Maar dus die rol is weg. Dus het is in feite ceremonieel. Ondanks dat het ingebed is wel in binnen de regering en de ministeriële verantwoordelijkheid. Zodat ze ook niet al te gekke dingen kunnen doen. En niet alle eigen uitspraken kunnen gaan doen. Kijken hoe dat straks verder gaat. Maar als je het gewoon formeel ceremonieel zou maken. Dan verandert er eigenlijk niet zoveel. Eén ding zou dan wel veranderen. Dan zijn ze veel vrijer dan dat ze op dit moment zijn. Dan kunnen ze echt zelf dingen roepen over wat ze zelf allemaal willen. En dan is er niemand meer die kan zeggen. Oh, kom eens even hier. Dat gaan we niet doen. Wat je ziet gewoon dat de koningshuizen het gewoon even lastig hebben in Europa. Kijk naar Zweden, er is wel heel veel gedonder over Gustav geweest... die meer op jacht was en in bordelen zat dan dat hij andere dingen deed. Nou, Spanje, olifanten schieten stiekem met je matressen en dan per ongeluk een foto. Terwijl je voorzitter bent van het Wereld Natuurfonds. En een schoonzoon. België, ja, die zijn ook, als je ze ziet, nou ja... Maar dan komen we goed weg. Dan komen wij nog redelijk goed weg in Nederland. En hier, natuurlijk hebben we onze relletjes en toestand ook gehad in het verleden. Hier rondom van alles en nog wat. En mensen ergeren zich natuurlijk tegelijkertijd aan belastingparadijsjes... waar trusts zijn opgericht en zo allemaal. Het geld dat het kost. En tegelijkertijd zegt 80% van Nederland... we willen er niet vanaf, want we vinden het toch veel te leuk. En hoe groot schat jij de kans in dat Willem-Alexander de laatste is? Dat na Willem-Alexander de monarchie ophoudt? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik bedoel, ik was 18 toen Beatrix op de troon kwam. Ik weet dat moment nog heel goed. Ik vond het zelf toen wel een hele leuke dag. Maar ook een hele rare dag. Omdat we ineens geconfronteerd werden toen met al die rellen op televisie en die krakersgedoe allemaal. Maar goed, die dag staat eigenlijk nog wel in mijn geheugen gegrift. Ja, of ik nog een keer over 33 jaar zo'n dag ga meemaken. Vast zolang. Nou ja, dat ligt niet alleen of ik dat haal, maar of vooral de monarchie dat haalt. Ik denk het haast wel. Maar jij hebt wel eens gezegd in een interview dat volgens jou, en dat ze dat niet openlijk uitspreken, maar dat zo'n 70 tot 80% van de Kamerleden eigenlijk republikein is. Ja, klopt.
Maar die zouden dat moeten afschaffen. Ja, maar die kijken ook natuurlijk wat Nederland vindt. Zolang Nederland het leuk vindt. En Nederland heeft daar helemaal niets staatsrechtelijks bij. Ik bedoel, al die mensen die op Koninginnedag naar Amsterdam gaan, die zitten helemaal niet aan de monarchie te denken. Die willen gewoon een feestje en dan kleden we ons een leuk oranje aan. Ja. We hebben een aanleiding voor een feestje. En mensen die kijken, ik zie dat vaak ook op, als er binnenhof binnen er zijn toeristen, bezoekers. De koningin komt daar voor iets aan. Ja, de adoratie van die mensen. Oh, ze keek naar ons. Die vinden dat geweldig allemaal. Nee, zolang die dat zo vinden. De een vindt dat bij Beyoncé of bij Linda de Mol en de volgende bij de koningin. Ja. Laat het dan vooral zo. Maar het doet niet altijd moeilijk. En dat zien die Kamerleden ook wel. Maar als je het hard kijkt, dan is het die mensen. God, wat hebben we hier allemaal mee te maken? En hoe ben jij koningsgezind? Nou, ik vind de manier waarop het Koninklijk Huis dat invult, zeker wat Frits ook zegt in vergelijking met buitenland, doen zij dat hier fantastisch. Ik denk dat ze een grote verbindende functie hebben in Nederland. En ook wat zij in het buitenland doen, onderschat dat niet, hè, voor de BV Nederland. Want het wordt wel een stuk makkelijker als je op handelsmissie bent en er is iemand van het Koninklijk Huis bij. Dat hoor je al die ondernemers ook zeggen. En ik denk dat dat ook een belangrijk punt is. Het opent toch deuren die voor anderen gesloten blijven. Berry, ben je koningsgezind? Nou ja, ik zit toch altijd wel met de oranje tompoezen voor de televisie. Ja, had ik eigenlijk nooit gedacht van mezelf toen ik klein was. Maar ja, ik vind het toch wel iets hebben. En ik zeg niet dat ik nou met een vlaggetje ga lopen. Maar, met mijn vlaggetje, nou, mijn hoedje en mijn toeter. Nee, maar het is wel zo. Het geeft ook wel een soort verbondenheid, saamhorigheid. Dat is op zich ook heel belangrijk dat een samenleving dat heeft. Maar datzelfde gevoel, en misschien nog een veel sterkere mate, hebben wij soms ook bij het Nederlands elftal. Of bij Jury van Gelder. Toen was Nederland. Maar die worden steeds tweede. Nee, ja, maar Jury van Gelder was Nederland ook ineens massaal 1 en oranje. En dat is eigenlijk datzelfde gevoel. En dat heb je ook bij het Koningshuis. En dan als continue factor, dan weet je erheen. Maar toch, Frits, als je dat dan vergelijkt. Amerika, daar hebben ze een president. En dat elke keer, na elke verkiezing, is het land volstrekt verdeeld. Poetin, die wordt weer opnieuw geïnstalleerd. Die rijdt in zijn eentje in een limousine door Moskou. En iedereen vraagt zich af, wonen daar überhaupt nog mensen? Dan hebben wij toch veel leuker. Ja, nou, leuker. Inderdaad, leuker. Ik bedoel, maar dat, als we dat met z'n allen leuk vinden. Ik word nu al aangevallen door een... inderdaad, leuker. Maar kijk, ik bedoel, die gouden koets, dat vinden we leuk. Maar het is een tafereel uit het land van ooit. Maar we vinden dat leuk. En laat het dan vooral zo, zolang we dat met z'n allen leuk vinden. En als je kijkt wat de voorouders allemaal uitgevreten hebben, wat die allemaal gedaan hebben, dan denk je, nou ja, bijzondere familie. Bijzondere familie. Als we dat leuk vinden met z'n allen. Maar dat is met presidenten ook niet echt anders. Nee, maar dat is ook zo. Dat maakt ook geen verschil. Maar kijk, als je koning Willem III allemaal deed. En nou ja, wat de prins Hendrik. Laat maar, het is allemaal gebeurd. En over de recente geschiedenis, laat ook maar even zitten. Maar als we dat met z'n allen leuk vinden en het heeft iets samenbindends, en we hebben daardoor een prachtige dag dinsdag, dan is dat gewoon mooi. Dan moet je het vooral zo houden. Over leuk gesproken, hoe is het met je café? Dat is heel leuk. Ja, dat was een hele... In Voorburgen? Dat is een leuk cafeetje in het oude centrum van Voorburg, in de Franse Kerkstraat. En dat heette tot voor kort het Haantje. Echt zo'n soort cheers, zeg ik altijd. Waar mensen de dag doornemen. Where everybody knows your name. Ja, precies. Ja. Sommigen hebben zelfs het eind van de dag hun eigen kruk. Een Engelsman die daar woont en werkt. En van de loodgieter tot de notaris komt daar gezellig even de dag doornemen. Het grote wereldleed, de economie, de crisis, maar ook de ingegroeide teennagel van iemands schoonmoeder, bij wijze van spreken. En dat dreigde te verdwijnen omdat die twee mensen die het runden en dat heel goed deden, het te druk hadden met een andere zaak. En toen kwamen de mensen langs, die gingen het kopen. En dan zaten wij te kijken, als die het kopen, komen we hier nooit meer. Dus we dachten met een paar mensen, we gaan het zelf doen. Met de stamgasten? Ja, met nog twee en een echtpaar dat het voormalige café het wapen van Voorburg had. Of runde. Die wilde het ook graag hebben. En dat hebben we samen gedaan. En zij runnen de hele tent. En sta je zelf ook achter de bar? Nee, ik zit aan de andere kant van de bar. Aan de voorkant. Ja, precies. Maar heel af en toe help ik wel eens. En misschien dat ik veel in de horeca gewerkt vroeger. Dat ik als het uitkomt even ga helpen. Glazen halen kan iedereen, zeg ik altijd. En het heet nu het torentje. Het torentje van Voorburg. Dat is natuurlijk het wapen. En ook een beetje knipoog naar mijn werk. Ik wou net zeggen, spreekt daar nog een stille ambitie uit? Nee, het geheel niet, maar ik heb nu mijn eigen torentje. Maar dan kun je gewoon zeggen, s'avonds is het niet... Dat klinkt toch anders van, ik ga naar het café, van ik heb even torentje. Ik ga naar het torentje. Ik heb torentjes overleg. Dat hoef je thuis niet uit te leggen. Torentjes overleg. En de koningin, hangt die achter de bar? Nee. Dat dan weer niet? Nee, Anouk. Anouk hangt achter de bar. Nou ja, dat is toch ook een soort koningin. Als nou na 30 april het oranje zonnetje blijft schijnen, dan kunnen we weer in zwembroek of bikini op het strand liggen. Tenminste, degene die nog passen in hun badkleding. Doe je dat nog niet, dan kun je binnenlopen bij de diëtiste van het voedingsadvieswinkel in Den Haag.
We hebben eigenlijk een andere vorm bedacht om de diëtist te bezoeken. Wat we heel graag wilden is dat mensen, als ze in de winkelstraat liepen, dat ze dan ook binnen kunnen lopen voor een advies. Maar we waren echt op zoek naar een laagdrempeliger diëtetiek. En dat hebben we denk ik met de winkel gevonden. Goedemorgen. Als iemand binnenloopt, willen we hem eigenlijk direct gewoon helpen. Hij kan plaatsnemen aan de tafel. Je hoeft geen 2 weken te wachten om een afspraak bij een diëtist te krijgen. Je loopt binnen en je krijgt advies. Hoeveel gewicht wil je nou kwijt? Ik wilde 5 kilo kwijt. Mm-hmm. En als ik die 5 kwijt ben, ga ik verder met nog 5. Ik ben vroeger bij zo'n diëtist geweest met afspraken en zo. Maar ik vind hier de laagdrempeligheid is heel goed. Je loopt gewoon even binnen. Als je een vraag hebt, kan je hem stellen. Is het handig om dit in de keuken erbij te hebben? Heel handig. Ja. En ik heb ook al een paar dingen eruit gemaakt. En een goed idee is om de groentesoep te nemen. Dat is gewoon een heldere soep. Ja. Het gaat heel goed tot nu toe. Ik ben 3 weken nog maar bezig. Ik ben nu inmiddels 2 kilo kwijt. We hebben TV West op bezoek. Wil je, ben je er ook op? Ik wou er wel. Ja, ja. Ik ben spullen aan het kopen voor mijn dieet. Daarnaast is het zo dat mensen ook binnenlopen om producten te kopen. En die producten, dat zijn allemaal producten die de diëtist ook gewoonlijk in haar praktijk adviseert. En dan zien we elkaar volgende week weer. Oké. Dag. Dag. We zijn eigenlijk de eerste voedingsadvieswinkel in Nederland. Dus het is voor ons ook een hele nieuwe eerste stap. We zijn 10 weken open. Ja. En we krijgen eigenlijk elke week meer cliënten. Dus we zitten goed op koers. Nou, ongetwijfeld zullen er wel heerlijke lekkernijen worden geserveerd voor de gasten van het Koninklijk Huis. Of gaan die alleen aan de drank, Anouk? Nou, denk ik niet. Dat is nou ook weer niet een toonbeeld van goede manieren. Dan kun je je niet goed inhouden en beheersen. Ja. Maar meestal zorgen ze ervoor dat daar een hapje en een drankje bij is, maar wel in beperkte mate. Maar ik denk dat ze s'avonds op het feest wel een bitterbal... Het is toch echt Hollands. Oranje bitterbal. Ja. Nou, jij bent van de etiketten, hè? Jij bent etikettenspecialist. Wat voor etiketten gelden er nou voor zo'n dag als dinsdag? Nou ja, eigenlijk de basis van etiketten, verplaats je een ander, voorkom dat iemand zich ongemakkelijk voelt. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk mensen van tevoren moet laten weten, wat kun je verwachten, wat hoor je aan te doen, hoe ga je om als je nieuwe koninklijk paar ontmoet, wat zeg je. En daarom de koningin, maar overmorgen de koning, hebben zij ook een grote hofhouding en die helpen daarmee. Ja. Dus als je op een receptie staat, hoef je niet te denken, we hebben eerst de abdicatie, die is in het paleis op de Dam. Ja. Daar mag niet iedereen bij zijn, dus dat zal allemaal nog wel meevallen. Dan daarna is de kerk. Ja, en dat en dan, is gewoon. Wat gelden daar voor etiketten? Dat is gewoon echt een ceremonie. Heel ceremonieel, ligt ook eigenlijk voornamelijk vast wat er daar gebeurt. Weinig eigen invulling. De muziekkeuzes en Willem-Alexander zal wat zeggen. Maar verder zijn er niet heel veel eigen keuzes. En wat je daar ziet is gewoon het ceremonieel dat hij de koning zweert en de kamerleden. En nou, daar is natuurlijk ophef over ontstaan. Ja. Er zijn een aantal kamerleden die zeggen dat wil ik niet doen. Ik vond het wel een hele mooie actie. Die beloven dan trouw aan de koning? Nou, die beloven. Kijk, het is een wederzijds iets. Dus eigenlijk belooft de koning ook de grondwet te zullen handhaven. En op hun beurt beloven de Eerste en Tweede Kamerleden dat ze ook weer zijn rechten zullen handhaven. Dus het gaat 2 kanten op. Het is weer mooi Nederlands. Echt democratisch. Ja. Maar ik vind het wel mooi wat Fred de Graaf heeft gedaan. Als Eerste Kamervoorzitter is hij de gast hier. Want het is een verenigde vergadering. Ja, van Eerste en Tweede Kamer samen. Ja, en hij is dan de voorzitter. De gastheer, en hij heeft ook gezegd van ja, als er mensen zijn, kamerleden, die zeggen ik wil wel op het feestje komen, maar ik ben het er niet mee eens en ik ga niet die eet afleggen, dan zitten ze achteraan, achter een pilaar en zijn ze ook niet in beeld. Ja, maar Frits, dat is toch ook dubbel? Kom dan niet. Ja, dan kun je zeggen, maar je kunt over die eet, daar is wel een heel verhaal over te vertellen, want er zit wel iets raars aan. Maar ze hebben al zeker ook voor christelijke partijen zit ook iets heel raars aan. Want de premier en ook Fred de Graaf zegt, deze eet is min of meer symbolisch. Daar zit voor mensen die diep christelijk zijn eigenlijk iets in van, mag je puur voor de symboliek de naam van God aanroepen? Puur voor de symboliek, gewoon omdat we het leuk vinden. Nou, daar kun je een heel verhaal over ophouden. 2, je hebt dan eet afgelegd als Kamerlid. Op het moment dat je bij je installatie, op het moment dat je voor de tweede keer de eet aflegt, verklaar je eigenlijk de eerste eet nietig.
Zelfs met het voor de tweede keer. Dat is wat Barack Obama ook doet op het moment dat hij herkozen is. Hij gaat een nieuwe termijn in. Hij krijgt een nieuw mandaat. Dus dan, maar nu krijgen we een nieuwe koning. Wij krijgen een nieuwe koning. Hij is nieuw, dus hij moet die eet afleggen. Maar die Kamerleden zijn niet nieuw. Ze moeten toch aan iemand anders dan diezelfde trouw beloven? Nee, want dat beloven ze. Nee, dat is toch anders. Dat doen ze bij een installatie als Kamerlid. En dan hebben ze het al over de koning. De eet aan de koning. Want de koning is dan de koningin. De koningin die is er gewoon, die is er altijd. Dus want als de koningin doodgaat, dan is er meteen weer een koning. Zonder de hele feesten toestanden erbij. Dus dat is een continu proces. Nee, paus weer niet. Oh. Want die moet opnieuw. Dat is alleen maar als die voortijdig aftreedt. Je kunt er theoretisch wel een heleboel over zeggen. Je kunt ook zeggen, jongens, doe dat dan gewoon voor lol. Dat is gewoon leuk. En zit nou niet te missenmuizen en blijf anders weg. Maar als 70-80% republikein is wat jij zegt, dan is het opmerkelijk dat er nog steeds zoveel die trouw beloven. Dus dan, dat is ook meteen, wat is de waarde daarvan dan? Nul, puur symbolisch. Nou, dan kan je het net zo goed wel doen. Ja, nou ja, ja. Maar goed, theoretisch kun je er dus wel een heel verhaal over ophouden of je dat moet doen. Het is eigenlijk ook zo'n beetje bij wat je in de kerk ziet. Dat bij het opnieuw dopen, dan verklaar je de eerste doop dus nietig. Als je dus bij volwassenen doop als kind gedoopt bent. Nou ja, en het valt mij. Het is weliswaar in een kerk, maar heel gelovig is het niet. Maar een aantal van die mensen, bijvoorbeeld ook bij de Partij voor de Dieren, die zevende dag adventisten zijn, daar speelt dit dus allemaal een rol. Ja, maar die zweren alleen maar op eekhoorns. Mits goed bereid. Ja. Hoe zit het eigenlijk verder met de etiketten en de oranjes? Nou, ik denk dat zij echt een toonbeeld van etiketten zijn, omdat zij ervoor zorgen dat mensen zich altijd op hun gemak voelen. Zij zijn goed voorbereid, ze gaan ergens naartoe. Iedereen weet waar hij aan toe is. En wat tegenwoordig heel ingewikkeld is, ik geef veel training aan bedrijven, mensen weten gewoon niet meer waar ze aan toe zijn. We hebben een afspraak, hoe laat, waar, wat gaan we precies doen, wat moet ik aan? Overal waar maar een dresscode feestelijk op staat. Niemand heeft enig idee wat hij aan moet. Doe er gewoon black tie, of zegt u de film, of zeg maar, kom maar in je spijkerbroek. Maar feestelijk bestaat niet. Maar vrouw staat altijd voor de kast te kijken, wat moet ik nou doen? Ja, maar wat is feestelijk? Wat doet de rest? Ja, wat is feestelijk? Wat mag je dan aan? Dat is het, wat de een vreselijk vindt. De een die wil in een baljurk, dus in lang, en de ander die vindt... Komt in spijkerbroek. Dat is het. Dus vandaar ook dat die etiketten dan bij officiële gelegenheden wel belangrijk zijn. Omdat mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. Jij hebt een hoed ontworpen voor Maxima met Prinsjesdag 2008, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Hoe ging dat toen? Krijg je dan te horen wat je allemaal wel en niet mag zeggen? Of ging dat eigenlijk vrij informeel? Nee, dat is wel zo. Je krijgt natuurlijk in ieder geval de boodschap mee voor welke gelegenheid het is. En kleuren en dergelijke. En paars daar ga je was dan het? Paars, ja. En daar ga je dan inderdaad de hoed voor maken. Dus het heeft wel te maken of het een gelegenheid is. Maar heb je met haar zelf contact gehad? Of is dat alleen dan met een hofdame? Nee, je hebt inderdaad wel zelf contact met haar gehad. En dan? Dan komt ze binnen en... Hé, Maxima. Nou ja, weet je, eigenlijk zijn dit dingen... Ik heb hem gemaakt, dat is algemeen bekend. Maar voor de rest zeg ik daar niet zoveel over... Want ik zou ook iemand gewoon, weet je, iemand moet ook zichzelf kunnen zijn. Niet alleen ik, maar ook de prinses. Ja, dus, en ze was wel zichzelf. Dat hoop ik. Ja, die hoed hebben we trouwens ook nog plaatjes van, volgens mij. Ja, kijk. Dat is echt heel mooi. Het is een hele mooie hoed. Onwijs mooi. Maar wat er vooral heel mooi aan is, vind ik zelf, zijn dus die bloemen die er aan de zijkant zitten. En die zijn namelijk allemaal handgemaakt. Prinses Margriet, de koningin. Dan krijgen we een... Daar nog prins Willem-Alexander. En kijk, daar komt de hoed van binnen. Ja, dat is echt heel erg mooi. Ja, een hele mooie hoed. Wauw. Ja. Laurentien, Constantijn. Ja. Frits, jij bent natuurlijk ook regelmatig met de Oranjes in contact geweest. Krijg je dan van de RVD te horen wat je wel en niet mag zeggen en doen? Ja, en heb je daar soms aan wel. Nee. Wat dan? Ik gedraag me altijd keurig netjes, dat doe ik altijd. Nee, maar ik bedoel, het is niet zo heel lang geleden dat we met onze hoofdredactie en nog een collega met Willem-Alexander en Maxima geluncht hebben toen ze bij ons op de redactie in Hilversum op bezoek waren. Dat was heel genoegelijk en gezellig. En dat is ook Maxima ook van, hey Frits, ga je vanavond op Pauw Witteman, want ik kijk altijd. En, nou, zo. En, maar... Ook zij geven zelf meteen aan wat we gaan doen en je, jij, u en meneer en mevrouw en dat gaat uitermate soepel. Ik heb hem ook wel een paar keer geïnterviewd en ja, dan zijn er mensen om hem heen die veel ingewikkelder doen dan dat zij zelf doen. En als je allebei een beetje aan de regels houdt, dan gebeuren er helemaal geen gekke dingen en dat fatsoenlijk doet. Ik ben volledig wel, ik kan me goed herinneren, toen was ik een jaar of 24, toen werd ik... Op de dag van 40 jaar, herdenking 40 jaar bevrijding, hoor ik bij een groepje jongeren, die werd ook aan de koningin voorgesteld. Toen kreeg je van tevoren wel te horen dat je geen vragen mocht stellen aan de koningin, dat zij jou wel de vragen zou stellen. Dat je moet je er gewoon een beetje netjes antwoord op geven. Maar
toen was dat klaar en daarna stond prins Klaus. Die was meteen heel anders. Die ging heel anders meteen dat gesprek aan. Dat ging toen over iets, ik weet het nog heel goed, dat ging over het E-team. De tv-serie, het E-team. Toen vertelde Klaus, ja, daar kijken mijn jongens altijd naar. Ja. Dus als we een beetje hard rijden, dan weten we waar dat vandaan komt. Maar die was al veel gemakkelijker. Dat was gewoon een hele andere houding. En als ik bijvoorbeeld van Vollhoven tegenkom, daar krijg ik altijd een dikke knuffel van. En die ken je dan ook weer in andere hoedanigheid. Maar ze maken het zelf voor anderen heel makkelijk. Ja. En dat is ook juist omdat die etiketten er zijn. Ja, dus etiketten gaat juist een ander een prettig gevoel geven. Ja, en mensen denken vaak dat het allemaal heel stijf moet, maar dat moet juist niet. En dat vind ik soms heel erg jammer, dat vooroordeel. Ik denk dat juist anderen een prettig gevoel geven en ook maar dan toch even, hè, want Willem-Alexander en Maxima, die hebben nu in dat interview wat ze hebben gegeven, hebben ze laten weten, nou, mensen moeten ons maar gewoon aanspreken zoals ze ons willen aanspreken. Terwijl Juliana, die wilde aangesproken worden als mevrouw. Ja. Beatrix, die wilde als koningin aangesproken worden als majesteit. En nu mogen we het weer zelf weten. Daar zit ook niet echt een lijn in dan. Nou, ik denk, Wilma, ze hebben het geloof ik weer een beetje gerelativeerd in dat persgesprek met de schrijvende pers. En die hebben gezegd, ja, we willen juist dat mensen op hun gemak zijn. En dat mensen niet zich afvragen, oh jeetje, wat moet ik nou zeggen? Hoogheid of koning? Of hoe moet ik het nu zeggen? En ik vond het wel heel mooi wat Maxima zei. Ja, iedereen noemt me toch Maxima. Ja. Het gaat erom dat mensen zich prettig voelen. En ik denk dat ze niet bedoelt dat we hem allemaal hi Willem moeten gaan zeggen. Maar dat hij bedoelde maakt u zich niet heel erg druk. Als het een keertje in de zenuwen misgaat, ik vind het geen probleem. En dat vind ik heel mooi, want daarmee stelt u ons allemaal op het gemak. Dat het dus niet gaat om heel erg druk maken om dat ene woordje. Los van de etiketten als houvast hebben we natuurlijk ook de mediacode als houvast. Die ligt nu weer onder vuur. Wat vind je daarvan? Wie heeft dat gedaan, ja. Kijk, ik heb zelf niks met die mediacode. Ik vind het echt onzin, want ik vind dat je hoort je gewoon te gedragen. Je gaat niet achter kinderen van 9 jaar met telelets aanlopen. Je hebt die mediacode. En onderdeel van die mediacode is dat ze werken 2 keer per jaar mee. Ja, en dan worden ze verder privé niet lastiggevallen. Als je gewoon los van de officiële gelegenheden, je gaat privé niet achter ze aanjagen als ze inderdaad gaan hockeyen of gaan skiën of weet ik wat allemaal. In ruil daarvoor mag je 1 keer dat toneelstukje met de skier fotograferen en 1 keer iets anders op het strand. En dan komen ze aanwandelen en dan zijn ze daar op een fietstochtje langs de Horsten. Mij zul je daar nooit zien. Ik vind het vreselijk. Het heeft met journalistiek ook helemaal niks te maken. Maar iedereen wil wel die plaatjes zien van hun. Nou, prima, dan regelen we dat zo. Als je daar niet aan houdt, dan mag je daar niet meer bij zijn. Dat is de mediacode. Dat hebben we zelf bedacht. Juridisch kun je daar een hele boom over opzetten. Of dat allemaal houdbaar is, weet ik niet. Want toen was er een keer een foto van Willem-Alexander en Maxima skiën in Argentinië. Niemand wist waar ze waren. Amerikaanse fotograaf had daar een foto van gemaakt. Nou, die moest ineens, mocht die niet gepubliceerd worden, moest eraf. Nou, een beetje wonderlijk allemaal. Maar goed, het werkt. Maar je gaat, vind ik, niet achter meisjes van 9 jaar die staan te hockeyen of verjaardagsfeestje zijn of touwtjes springen. Doe dat nou niet. Laat die mensen gewoon met rust. Het gaat om fatsoen. Heb je het eigenlijk helemaal niet nodig. Als je die mediacode ook ter discussie wil stellen, wat ik me best uit journalistiek oogpunt kan voorstellen, maar dan doe je dat niet op zo'n manier. Dan doe je dat gewoon met een volwassen. Stel dat Willem-Alexander zelf met de auto rijdt en die knalt ergens tegenaan. Ja. En ik maak er een fotootje van, dan moet je niet aankomen met de mediacode. Ja, maar dan is het weer nieuws. Dan is het niet een privé momentje waar die gewoon een dingetje. Maar goed, hij kan goed auto rijden. Maar volgens mij hebben zij ook geen bezwaar gemaakt tegen die ene foto die toen gepubliceerd is. Dat op het moment dat Beatrix haar abdicatiespeech hield, dat zij uit de Horsten naar Huis den Bosch reden. Nee, maar dat is een nieuwsfoto. Dus dat is ook een privé momentje. Mocht jij wel foto's maken van Maxima met hoed op? Nee hoor. Oh, niet? Nee, maar heb ik ook helemaal niet om gevraagd. Nee? Het gaat toch om mijn werk? Dat is toch leuk? Het is heel grappig dat iedereen altijd weer over die hoed van Maxima begint. En ik heb er nog wel meer gemaakt. En er stond er ook één op Paleis het Loo bij de overzichtstentoonstelling toen ze 10 jaar Maxima hadden gedaan. Ja. Met bijpassend tasje. Het gaat mij... Kijk, natuurlijk vind ik het wel heel leuk en ben best vereerd. Maar het gaat mij om mijn vak. Ja. Dus dat zij ervoor gekozen heeft om daar een paar keer... Maar er zijn toch nog veel meer bekende mensen die bij mij iets komen kopen. Neem je ook geen foto's van? Nee, nooit. Ja. Ik doe het niet eens in een plakboek, ik knip het niet eens uit. Dus kijk wat voor mooie tv-beelden ze heeft van die foto's. Van die hoed. Dat is waar, die zagen we net ook. Maar weet je waar ik over etiketten gesproken, waar ik me zo ongelooflijk aan kan ergeren. En journalisten doen dat, tv-presentatoren, politici, ministers. Dat iedereen het tegenwoordig heeft, een soort modernisme. Daar komt de majesteit. Majesteit vindt, dat is zo'n flauwekul, dat kan helemaal niet. De koningin komt eraan, dat vindt de koningin. Als je tegen haar hebt, heb je het majesteit als aanspreektitel. Maar niet, daar is majesteit.
Nee, dat is echt onzin. Dat kan helemaal niet. Daar is de koningin. Echt, en zelfs premiers hoor ik het soms zeggen. Kan zo. Ja, maar dat is dat mensen helemaal niet meer bezig zijn met hoe spreek je elkaar aan. Nee, het is een aanspreektitel. En je ziet ook heel veel mensen in verwarring. Geef veel training aan bedrijven. En ja, mensen gaan heel informeel met elkaar om. En dan krijgen ze ineens een serieuze baan. En denken ze, oh jeetje, maar hoe gaan we dan mensen aanspreken? Of hoe ga ik om met mijn... Benieuwd wat majesteit ervan vindt. Nee, benieuwd wat de koningin daarvan vindt. Waar ze een stuk formeler zijn, dat is bij onze oosterburen. En ook daar zijn de Oranjes zeer populair. Maar ja, die hebben natuurlijk geen eigen koningshuis. En zowel koningin Beatrix als Willem-Alexander hoeven zich niet af te vragen, ben ik van Duitse bloed. Voor het Duitse bedrijf Siemens maakt dat allemaal weinig aan. Onze hoogblonde Sam is voor de rubriek Achter de Schermen gaan kijken bij Siemens in Zoetermeer en ontdekte dat er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het aansturingssysteem van de grootste containerkraan in die wereld. De meeste bedrijven zitten in de maakindustrie of in de dienstverlening. Maar er zijn ook enkele bedrijven die zich bezighouden met innovaties. Siemens is zo'n bedrijf in Zoetermeer. Siemens is alles behalve alleen maar wat hardware, keukenapparatuur die wij thuis zien. Het is een innovatiebedrijf. Ja. Wat houdt dat in? Om er een beetje indruk te geven, wij produceren wereldwijd zo'n 40 patenten per dag. Dat is heel breed. Dat gaat van medische apparatuur tot treinen, tot olie- en gasondersteunende apparatuur. Dus het is heel erg breed. Niet alleen consumentenproducten. Hier in Zoetermeer innoveren en produceren ze aansturingen van containerkranen. Zo'n aansturingssysteem is een enorme computerkast vol hardware en software. Ik ga vandaag helpen de aansturing van de grootste containerkraan ter wereld in elkaar te zetten. Maar wat valt er eigenlijk te innoveren aan één containerkraan? De schepen worden steeds groter. Dat betekent dat de kranen steeds groter moeten worden. Dat is logisch, want anders kunnen ze niet gelost worden. Op een gegeven moment kom je tegen de grens aan wat een machinist nog vanuit zijn cabine kan. Dus dan moet je gaan nadenken hoe kun je die machinist gaan ondersteunen met allerlei innovaties. Om hem toch op een veilige manier en op een snel efficiënte manier zijn werk te laten doen. Dus een werkgroep van Siemens denkt vervolgens een compleet nieuwe kraan uit. En vervolgens werkt de engineer het plannetje uit in een technische tekening. Die tekening vertelt precies welk regelkastje welk onderdeel aanstuurt. En dan is het tijd voor de installateur om de stroomkastjes daadwerkelijk volgens de tekeningen op elkaar aan te sluiten. En wij gaan echt elk blaadje nalopen. Elk blaadje. En precies wat hier staat, hier, hardwarematig hierin prikken. Deze moet, nou dat is hier, hè? Deze moet... Deze bedrading die komen op de L3, deze komen op de L2 en deze komen op de L1. Juist, snap je? Kijk wat we allemaal gemaakt hebben afgelopen 6 weken. Afgelopen 6 weken en dat is heel wat. Dit is de incoming power. Computers. Nou, dit is de verwarming voor de motoren. Het zijn de remmen van de kraan. Pieter, we zijn klaar zo. Ja, Sam. Onze klus zit erop, hè? Grootste containerkraan ter wereld op de Maasvlakte. Hij is er klaar voor. Hij is er klaar voor. En zo doet de wereld innoveren. Ja, sommigen zijn al ruim voor 30 april begonnen met nadenken over wat moeten we aan op deze historische dag. Of wat zetten we op ons hoofd. Berry. Wanneer ben jij begonnen met de eerste opdrachten voor dinsdag? Nou, toen ik natuurlijk al, of zoals iedereen hoorde van de applicatie, gingen we natuurlijk wel gelijk eventjes een beetje na. Want ik dacht, yes, hoeveel hoeden, hoe leuk zou dat zijn? Ja. Dus ik ging wel een beetje hier en daar informeren wat dan de kledingvoorschriften zouden zijn. En bleek toch bij de Eerste en Tweede Kamerleden dat ze vooral geen grote hoeden op mochten in verband met ook opnieuw de eet afleggen. Dus dan het gezichtsveld, daar kan je nog iets bij voorstellen. En dan komen we toch ook weer bij Prinsjesdag, omdat dat vaak zo hilarisch is. Willen ze natuurlijk dat nu ook voorkomen. Het gaat gewoon, het is gewoon een ceremonieel gebeurtenis. Het is een Maar dus, je hebt wel voor verschillende politici wat ontworpen? Nou, niet zoveel dit jaar. Maar je hebt natuurlijk ook de koninklijke familie en de genodigden daarvan. En daar zijn de etiketten natuurlijk weer voor, andere dresscode. Daar gaan ze in het lang. Voor welke koninklijke hoofden heb je dan wat ontworpen voor dinsdag? Ja, dat is niet belangrijk nu. Niet belangrijk? Nee, dat is niet belangrijk. Ik wil toch weten van, hey, die heeft er een van mee. Nee. Nou, de kenner die kent het hoor. De kenner die kent het. Maar goed, nee. Dus als ik goed oplet, dan zie ik meerdere hoeden van jou? Ja, misschien wel.
Zowel bij de koninklijke familie bij de politici. Nee, ik zeg, de koninklijke familie heeft natuurlijk ook een hele lijst met genodigden. Ja. En die hebben natuurlijk weer een andere dresscode dan de Eerste en Tweede Kamer. En als er iets gemaakt moet worden speciaal bij een jurk of japon of in de kleur, ja, dan komen ze snel naar mij, omdat ik het dus ook echt kan inverven en de bijpassende kleur kan maken en de goede hoofdmaat. Nou, je zei al, met Prinsjesdag is het natuurlijk altijd een hele parade van hoe. Laten we daar nog eens eventjes naar kijken. Berry, er zitten een paar hele mooie tussen, maar er zijn er toch ook een paar waarvan ik echt plaatsvervangende schaamte krijg. Maar dat is heb zo jij Nederland? Dat nou ook? Nou, zeker. Maar die maak ik ook niet. Nee. En wat kan nou wel en wat kan nou niet volgens jou? Nou, ja, weet je, ik denk altijd als je een politiek statement wil maken, moet je dat niet via die hoeden doen. Dan doe je dat van tevoren. Daar is het niet voor. Weet je, iedereen zegt toch altijd van, goh, wat zie je er leuk uit. En of het nou een grote of een kleine hoed is, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het je persoonlijkheid benadrukt en dat je er gewoon goed uitziet. En of dat nou een klein hoedje is, maar wel ook voor de gelegenheid. Dus of dat nou Prinsjesdag is of een begrafenis of dat je hond gaat uitlaten. Goeie hoofd bij de goede hoed. Maar niet dat hilarische dat iedereen op zijn dijen gaat kletsen, vind ik heel erg. Krijg je dat plaksnorrige halte en dijenkletserij van we gaan hoedjes passen. Ja. Nou, leuk. Dat is vreselijk natuurlijk. Ja, dat is voor heel jou. Vreselijk. Ja, ik ben in Engeland getraind. Ik ben daar naar de London College of Fashion geweest, wel in deeltijd destijds. Maar ja, weet je, daar dragen ook jonge mensen dragen iets. En dat... Je hebt een paar hoeden meegenomen, ja, hè? Ja. Wanneer draag jij een hoed als dit? Nou, deze staat mij niet zo, maar dit model zou heel goed voor gelegenheid kunnen zijn. Natuurlijk, want dan kan je bijvoorbeeld met bijpassende tas. Ik heb iets meegenomen wat vorig jaar op Oranienbaum heeft gestaan. Dat was een heel grote expositie, tentoonstelling in Duitsland, bij Dessau. Dit is een heel klein hoedje, dat draag je dus zo. Leuk klein. Maar ik heb natuurlijk wel iedere dag hoeden bij me. Ja. En met dit weer vanochtend... met dit weer natuurlijk vanochtend. Ja. Kijk, het beste in Nederland, dat is toch altijd de regenhoeden en de wakshoeden. Oh jee, kijken. Ik zit vast. Ja. Ja. Kijk, die kan je in alle maten, alle kleuren. We hebben 10 verschillende modellen, want ieder gezicht is anders. Die doe je zo op. Dan zet je hem op. Kan je hem vouwen, je kan hem zo, je kan er nog mee fietsen. En als je dan zeiknat door de regen denkt, nou, ik moet even netjes mijn kopje koffie ergens drinken. Kan niet gewoon dan in doe de je tas. Hem in een tasje en dan doe je hem zo in je handtas. Dat ideaal. Is makkelijk. Anouk, ben jij een hoedendrager? Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik doe het in het dagelijks leven te weinig. Ik zat net al te kijken, dit is heel erg mooi, want ik heb een heel lelijk plastic regenhoedje. Maar ik vind hoedendragen super, ja. En Frits, draag jij wel eens een hoed? Nou is mijn hoofd in de regen ook vrij snel weer droog daarna. Dus dat is ook ingewikkeld. Nee, maar ik kan zeker als mooi weer is nooit petjes of dat soort dingen op. Bijvoorbeeld als ik ga skiën en het is heel koud, dan kan ik ook geen muts op de hele week. Want dan kom ik thuis en dan ben ik Calimero. Dan is dit helemaal bruin en dan is dit helemaal wit. Ja. En als ik bijvoorbeeld, zelfs als ik op de racefiets zit, dan moet ik eigenlijk een fietshelm op. Maar dat doe ik dan ook liever niet. Zeker als ik alleen fiets, dan doe ik het niet. Want dan kom ik na een paar uur fietsen in de zon, kom ik thuis. En dan is dit bruin, dan is dit wit. En dan heb je van die gleufjes in die helm. Voor de... Oh ja. En dan heb je ook nog twee van die hamburgerstreepjes op je hoofd. Dus ik ben wat een gehandicapt wat dat betreft. Dus zelden een petje van hoedje. Überhaupt mannen en hoeden is moeilijk. Maar coach heeft dat wel. Nou, ik heb wat bij me hoor. Ik heb wat bij me. Ja, ja, ja. Kijken dan. Nou, kijk, ik vind toch... kijk, ik heb het nu alleen even over het model, hè, niet over de kleuren. Ja. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, voor een beetje hippe, jonge kerel heb ik wel wat hoeden. Staan, kijk, dit model is wel heel leuk. Kijk, hij is natuurlijk te klein. Ja. Zie je? En dan ziet het er snel hilarisch. En moet het maat. Maar kijk, dit is gewoon zoals de sisal. Dus het is een natuurproduct. Je kan het dus ook juist met zon op. Ik krijg ook steeds meer mensen die bijvoorbeeld pigment krijgen door de zon. Die zeggen, ik wil toch iets op, een beetje leuk eruit. En ik heb een winterhoed meegenomen en die staat nog op de mouw. Die is nog... Dus misschien is dat wel leuk om even te laten zien. Kijk, de boel die is dus al gespannen.
Die is er al afgehaald. Je ziet dus dat het een heerroet is omdat de garnering aan de linkerkant zit. En bij de dames zit de garnering aan de rechterkant. En op de mallen wordt dus het materiaal gespannen. Dat moet dan drogen. Ga je dat eraf halen en de een die zegt ik wil een mooi biesje en de ander die boort het gewoon om. Mm-hmm. En dan komt hij uiteindelijk zo. En dit wordt ook echt voor een man. Ja. Nou, zo maak jij dus hoeden. Het wordt steeds zeldzamer, hè, het hoeden maken. Ja. Is dat jammer of zeg je nou, dat is wel fijn, want dan heb ik weinig concurrentie? Nou, dat natuurlijk ook. Nee hoor. Maar ik heb wel meegewerkt inderdaad aan een beroepsopleiding hoeden maken. En die is ook nu neergezet. Natuurlijk niet alleen, met een hele grote groep en waar, mensen. Waar in Boksel en in Amsterdam is neergezet. Maar dan heet het creatief vakman. En dan zit er ook glazen hierbij, schoenenontwerper, hoedenontwerper. Omdat niet iedereen hoeft hoedenmaker te worden. Maar als je niks meer doet met ambachten of met vakwerk, dan gaat dat zo meteen allemaal verloren en dan zou alles naar China gaan en dat moeten we ook voorkomen. Ja, dat is zonde. He, dus maatwerk moet altijd blijven bestaan en ja, daar moet je dan. En voor wie zou jij nou nog graag eens een keer een hoed willen maken? Oh, nou, ik zou wel voor een aantal ontwerpers nog heel graag willen werken. Ik heb natuurlijk best wel al voor veel verschillende ontwerpers gewerkt, maar dat waren voornamelijk Nederlandse ontwerpers, verschillende disciplines, dus of dat nou kleding is of lingerie of. Nou ja, ik zou heel graag nog voor Paul Smit willen ontwerpen of Vivienne Westwood. Oké. Ja. Maar dan zijn het hoeden die passen bij hun collectie, dat niet zozeer voor hunzelf. Nee. Of nee. Zeg je van nou, nee, Paul zelf kan ook wel een goede hoed nee, gebruiken. Nee, meer voor hun collecties inderdaad. Van Paul Smit gaan we naar onze Sam voor de netwerkinspectie. Hij bezoekt deze week de opening van een nieuwe cocktailbar in Den Haag. Een gezellige combinatie lijkt me, cocktails en netwerken. Maar waar ligt de grens? Hoeveel mag je drinken om nog normaal te kunnen netwerken? Drinken tijdens het netwerken? Kijk. Dat gebeurt veel, dat weten we allemaal, maar wat zijn de do's en don'ts? Hoe ver kan je gaan? Dat ga ik vandaag uitzoeken tijdens de opening van een nieuwe cocktailbar in het Hilton Den Haag. 3, 2, 1. De alcoholgrens. Waar ligt de grens bij het nuttigen van alcohol op een netwerkevent? Sam onderzoekte tijdens de opening van de cocktailbar Spark de Heek. Als proef op de som begint hij zijn onderzoek met het nuttigen van 4 cocktails. Nou Sam, wat vinden de ondernemers van drinken tijdens het netwerken? Wil je dat ik uit ervaring spreek of dat ik... Uit ervaring. Absoluut. Ik denk dat het dan verstandig is om het een beetje low-key te houden, ja. Je moet natuurlijk wel je kop erbij houden, anders kan je geen zaken doen. Is daar een bepaalde grens aan te geven tussen nu is iedereen te dronken om zaken te doen, ja. Nu wordt het privé? Ja, je ziet vaak dat het in het begin allemaal netjes en zakelijk is, maar sommige borrels gaan dan weer net wat verder en dan wordt het heel gezellig. En je moet denk ik net die grens opzoeken dat het niet te gezellig wordt. Oh jee Sam, daar ga je met je vierde, of is het inmiddels al je vijfde cocktail? Dit is mijn vijfde cocktail al. Vijfde? Oh, mijn vijfde al. Wil je een slokje proeven? Nee, maar natuurlijk mag je een slokje proeven. Ja, cocktail op en 3 wijn. Vandaar dat we alleen met elkaar praten. Je drinkt er 3, 4 en je denkt, nou, valt wel mee. Maar die vijfde, die komt zo hard aan. Ik wil er wel een slokje eigenlijk. Hij is lekker, hè? Hij is lekker. Ja, hij is echt goed, ja. Ja, je hebt het zelf niet door, maar je praat al met dubbele tongen. Anders moet je naar een feestje van vrienden gaan, dat is een ander verhaal. Maar als je naar een netwerkborrel gaat, dan is het toch altijd wel nog iets zakelijker. Je bent voor een bedrijf bezig, dus het is wel netjes als je... Ja, je zet eigenlijk de bedrijfsnaam voor lul op het moment dat jij te veel zuipt. Ja, precies. Is iedereen zich hier een beetje aan het inhouden vanavond? Nee. Dat is mij niet. Je wordt er wel losser van. Cheers. Ik ben hier nu privé. Je bent er nu privé? Ja. Juist zo, privé. Ik weet niet waar de zakelijke grens vanavond heeft gelegen, maar je bent er nu ruimschoots overheen volgens mij. Nou, u kunt zien, het is gezellig netwerken met onze Sam. Dames, heer, de slotvraag, zoals altijd. Wat staat er deze week in de agenda waar je naar uitkijkt en wat er zeker niet uit mag, Anouk? Nou, zeker dinsdag, maar dat is voor iedereen natuurlijk heel belangrijk. En eind van de week ga ik op vakantie, heel belangrijk. Oh. Dus dat gaat niet uit mijn agenda. Waar ga je naartoe? Naar de Veluwe. De Veluwe, doe maar.
Dragen ze ook een hoop hoeden? Ja, ik weet het niet. Op zondag wel in ieder geval. Oh, ja, daar was ik dan weer niet van plan om naar de kerk te gaan. Ook dat maar niet. Gewoon gezellig met gezin op vakantie. Oké. Berry, waar kijk jij naar uit nou, deze week? Nou, inderdaad, naast dinsdag ook wel even eind van de week. Want het is mijn vakantie. Ik heb een zoontje. Dus heerlijk. Ik ga even een paar dagen genieten. Ook even lekker vakantie. Ja. En in de vakantie een hoed op? Of dat hoeft niet? Altijd, hè? Als je, altijd een hoed op? Bijna altijd wel. Ja. Okay. Ja. Frits, waar kijk jij naar uit deze week? Volgende week zaterdag in Noordwijk de start van de Tulpenrally. Meestal start hij in Frankrijk en eindigt hij in Noordwijk. En dit keer start hij in Noordwijk en eindigt hij in Nice. Via de Alpen en alles, Monte Carlo daar naartoe. En rij je ook mee? Ik rij hem samen met mijn collega nieuwslezer Roelof Hemmen. En we rijden in een hele mooie oude Volvo. En we rijden voor de stichting Kika. We hebben heel veel stickers op die auto. En, dus 6 dagen lang, 12 uur per dag scheuren in een oude dame, zoals wij zeggen, die oude Volvo. En dan, dus zaterdag de start in Noordwijk op de boulevard wordt echt leuk. En dan een week later aankomen daar in Nice. Nou, veel succes en veel plezier in ieder geval allemaal. Ik kijk om te beginnen uit naar morgenavond, naar het Live I Live Festival. Oftewel gewoon de Koningin de Nacht. En ook ik reis dinsdag af naar Amsterdam. Maar volgende week zondag dan ben ik weer hier. Dan met onder andere de burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen. En cabaretier Fred Zuiderwijk. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Net als de nieuwe koning en de nieuwe koningin. Terugkijken van deze aflevering, dat kan op omroepwest.nl. En wilt u een keer een opname bijwonen, laat dat dan vooral weten op publiek@omroepwest.nl. Ik wens u een hele fijne Koninginnedag en tot volgende week. Dag!